Door enterprise engineering wordt alles onnodig ingewikkeld gemaakt. Maar dat is niet waar. Stel je voor dat je niet zou engineeren, dat je niet zou ontwerpen. Hoe ben je dan ooit in staat om vliegtuigen in de lucht te krijgen? Hoe ben je ooit in staat om een combinatie van wetten, natuurwetten, regelgeving te gaan combineren in het concept van een vliegtuig? Dus het is ingewikkeld. We are born in silence. Bij enterprise engineering kijk je eigenlijk naar de constructie van de organisatie. Wat wij zien is dat heel veel methoden, technieken, die richten zich op het functioneel beschrijven van organisaties. Maar daar bouw je niks mee, dat is vormgeving, dat is architectuur. En bij enterprise engineering kijk je eigenlijk naar datgene wat je dan vorm wil geven. Hoe moet ik dat dan bouwen? Uit welke componenten bestaat het? Dat is met name het verschil. Je gaat meer naar het ingenieurswerk toe. Hoe bouw je een huis? Of hoe bouw je een auto? In dit geval dus, hoe bouw je een organisatie? As it rushes to my head, Als je gaat kijken naar het managen van veranderingen in organisaties, dan is het belangrijk om te weten hoe zit een organisatie in elkaar. Ik kan gedrag van iets niet veranderen als ik niet de constructie verander. Het advies wat ik aan een enterprise architect zou geven is: kijk niet alleen maar naar de functionele kant. Kijk ook naar hoe iets in elkaar zit. Ja, het is heel mooi om mooie platen te tekenen, het is mooi om roze wolken te creëren. Daarmee krijg je vaak de bestuurstafel of de mensen die aan de bestuurstafel zitten wel overtuigd. Alleen uiteindelijk blijkt dat het gewoon niet te maken is. Ja, dus net zoals een architect in de bouwwereld. Een architect in de bouwwereld kijkt enerzijds naar vormgeving en kijkt anderzijds naar constructie.